En dan moet je tegen een kind zeggen van, ja, het zal wel meevallen. Nee, het valt helemaal niet mee. Nee, echt waar. Ja. Er was, ik raak op dreef nu. Een rechter moet onpartijdig zijn, maar de rechter is onvermijdelijk ook een mens. Wat moet de rechter doen met al die menselijkheid? Moet de rechter die inzetten of onderdrukken? Welkom in de Bali. Mijn naam is Rogaja Sek. Ik ben hier programmamaker. Maar deze avond is georganiseerd door mijn collega Veronica Baas. We gaan het natuurlijk hebben over de objectiviteit van rechters. En dat gaan we doen naar aanleiding van het proefschrift van Elke Oldhuis. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam met een onderzoek over de rol van persoonlijke opvattingen in het besluitvormingsproces van rechters. Een hartelijk applaus. Dan was ik ook helemaal vergeten om je wel bij je goede titels, dokter, meester, dat is natuurlijk wel belangrijk als je net gepromoveerd bent. Een groot gedeelte van het onderzoek was dus het interview van rechters, 71 maar liefst. En zelf gaven ze aan dat hun persoonlijke opvattingen dus niet heel veel invloed hadden op wat ze uiteindelijk wat ze deden in hun werk als rechter. Wat zegt dat eigenlijk dat ze dat zelf denken? Ja, dit is altijd een grote vraag. Wat weet je wel en wat weet je niet van jezelf? Als je niet weet wat een rol speelt, zou je het ook niet aan mij vertellen. Toch vinden wij als onderzoekers het heel belangrijk om niet altijd over mensen te praten, maar ook met mensen. Dus toen ik begon met het onderzoek was er weinig bekend hierover. Het is niet een graag gezien onderwerp, tenminste was het lang niet. Ik denk dat dat nu anders is. En dan denk ik dat het heel goed is om niet alleen maar van buitenaf te zeggen hoe het gaat, maar ook aan de mensen die dit moeten doen, die deze beslissingen moeten nemen, te vragen hoe zij er tegenaan kijken. En dat was heel waardevol. En ik vond rechters ook heel reflectief hierover. En ja, sommige waren wat sociaal wenselijker, maar dat zijn we allemaal soms, omdat het een beetje spannend is om met iemand te praten over een gevoelig onderwerp. Maar uiteindelijk werden ze heel open. En de meeste mensen vertelden ook hele kwetsbare dingen aan me, die soms niet in de interviews terechtkwamen. Dus ik denk dat ze eigenlijk opener zijn over dit soort dingen dan we van buitenaf denken. Maar het blijft altijd een gevaar dat we niet helemaal weten of het klopt. Dus daarom heb ik ook een experiment gedaan, zoals dat heet, om te kijken wat gebeurt als we het moeten doen, in plaats van als we er alleen maar over vertellen. Ja, want voordat dat we naar het experiment gaan, op welke manier waren die rechters reflectief over de dilemma's waar ze tegenaan liepen? Nou, wat vaak gebeurde, we hebben vaak niet de tijd om. De gesprekken duurden 1,5 uur gemiddeld, soms 3 uur, soms 60 minuten. Oké, best lang. Best lang. Dus je hebt niet vaak de tijd om over dit onderwerp in je dagelijkse werk zomaar even met iemand te gaan praten en daar rustig eens over na te denken. Ik denk dat alleen al die opzet zorgt voor best wel veel reflectie. Daarnaast denk ik dat rechters überhaupt relatief reflectief zijn, omdat ze constant worden geconfronteerd met wat andere mensen ook vinden van hun uitspraken. Dus dat helpt denk ik al heel erg. En daarnaast helpt het om goede vragen te hebben. Dus die heb ik heel erg geoefend en herschreven om te kijken van ja, hoe kan ik het vragen zonder dat het bedreigend is? Want als je meteen aan iemand vraagt, joh, speel je jouw persoonlijke opvatting jouw rol in je werk? Dan zou ik ook zeggen, nee, ik ben heel objectief. Ik kijk daar heel rustig naar. Ik kijk er nog een keer naar. Ja. Wat waren antwoorden die je gehoord hebt die opvallend waren? Hangt er vanaf wat je als opvallend noemt, natuurlijk. Die je bijgebleven zijn. Die me bijgebleven zijn. Wat ik heel interessant vond, was een keer een rechter die vertelde, ja, ik heb gewoon een zaak, een onderneming, gewoon verkocht op zitting. Toen dacht ik, wat zeg je nou? Ja, de ene partij wil de andere partij. Dus ik zeg, als jij het nou neemt en jij het nou neemt, dan zijn we toch klaar? Toen dacht ik, kan dat? Dus ja, tuurlijk kon dat. Dus dat soort dingen zijn wel soms het gemak waar rechters dingen mee doen, vond ik interessant. Ik denk, kwam dat voor uit de voorbeelden? Ja, nou, je hebt ook beroepsdeformatie. Dat had ik zelf al een beetje. De eerste keer iemand uit de cellen zien komen, vond ik ontzettend heftig. Als je dat 10 keer hebt gezien, dan wen je eraan, helaas. En ik denk laten we het even in het strafrecht houden, dat het effect van
hoe lang een straf duurt, soms voor de rechters even kan verdwijnen als ze het erover hebben. Daarna zijn ze er wel weer van bewust, maar je bent ook aan het overleggen. Is het 5 maanden of 4 maanden bijvoorbeeld? Even als voorbeeld. Dat is niet een expliciet uit de raadkamer, want daar kan ik niks over zeggen. Een beetje als, net als als je een huis koopt in Amsterdam, dat je dan over gigantische... Je vergeet dat heel duur is. Ja, je bent een beetje gedeformeerd in dat dat normaal is in heel Nederland. En dan hoor je iemand in Limburg voor 2 ton een huis koopt. Dan denk je, oh, kan dat ook? Ja, dus dat is denk ik een beetje wat wel speelt. En dat als je daar met ze over hebt, dat ze dat heel goed weten. Maar dat dat natuurlijk in de dagelijkse gang van werken soms een beetje verdwijnt. Dus dat vond ik denk ik heel mooi. Dat ze soms ook wel zeiden van, nu ik hier zo over nadenk... Ja, ze heeft het misschien wel een rol gespeeld. Of had ik dat misschien anders willen doen? En ik denk dat dat heel belangrijk is, al op zichzelf. Ja. Dan gaan we nu naar het panel met rechters. Wel allemaal strafrechters, maar een divers panel bestaat uit rechters in verschillende hoedanigheden. Namelijk een actief rechter, een gepensioneerde rechter en een rechterplaatsvervanger. Dus allemaal het grootste deel van de tijd werkzaam in de strafadvocatuur. Mag ik naar voren roepen Ilse Verstraeten, Frank Wieland en Feride Tosin. Dus ik wil eigenlijk beginnen met een rondje wanneer dat mens zijn jullie eigenlijk in de weg zat, Ilse. Ja, dankjewel. Wanneer mij dat in de weg heeft gezeten, dan moest ik wel terugdenken aan... ik heb met name strafzaken gedaan. En soms zijn er hele kleine zaken. Gaat het om diefstal van een flesje cola. Maar soms gaat het ook over de diefstal of de meer zwaardere levensdelicten. Dat iemand om het leven is gekomen of de zwaardere zedenzaken. En dan zijn er ook nabestaanden of slachtoffers die verklaringen afleggen. En die dan graag aan de rechters willen vertellen wat het met hen heeft gedaan. Wat er is gebeurd. En dat zijn regelmatig emotionele verklaringen, emotionele verhalen. En die kunnen ook echt bij je als mens binnenkomen. En je zit daar natuurlijk achter zo'n tafel met z'n vieren. En je hoort dat aan. En dat kan best wel wat met je doen. En wat ik wel de afgelopen jaren heb geleerd, is dat het belangrijk is om daar ook een pauze in daarna te lassen. Om ook van tevoren, als je bedenkt hoe wil je dat zo'n zitting gaat verlopen, om dan te bedenken dat dat een natuurlijk moment is om te zeggen, oké, dank voor uw verhaal. We hebben dit goed gehoord. En we willen graag nu ook even een pauze houden. Zodat je zelf met z'n vieren naar achteren kunt. Om even eigenlijk weer die toga uit te doen. En daar weer echt als mens te staan met z'n vieren. En ook even die emoties toe te laten. Die dan toch daar hoe dan ook een rol spelen. En die je dan maar beter niet kunt wegdrukken. Maar ook gewoon kunt toelaten en kunt erkennen. Ja. Is dat herkenbaar? Ja, dat is het zeker. Ja, grappig. En met z'n vieren is 3 rechters en de secretaris. Ja, ik heb het wel een paar keer gehad. Ik heb het ook een paar keer beschreven in mijn boek. Dingen je soms zo kunnen raken dat het ook nodig is om even te schorsen. Ik zeg altijd, een rechter die op de zitting een traan uitbarst, is weg. Dat kan niet. Maar ik heb wel situaties gehad. Een paar keer bijvoorbeeld wanneer een slachtoffer aan het woord is, niet fulminerend tegen de verdachte, ja, je hebt dit en je hebt dat, maar een slachtoffer wat heel clean kan vertellen wat het misdrijf heeft gedaan met hem of haar. En ja, dat kan je geweldig raken. En, specifieke voorbeelden waarvan u weet van dat? Nou, ik heb altijd één verhaal daar van een moeder die haar man al eerder was verloren en 1 zoon had, een militair, die bij een ongeluk hier in Amsterdam om het leven kwam. Samen met vrienden in een auto. Hij was de enige die een botsing met een grote lantaarnpaal niet overleefde. En die moeder die zei, ja, ik heb altijd het idee gehad om als ik met pensioen ging terug te gaan naar Suriname. Daar wonen mijn vrienden, daar woont mijn familie. Maar dat kan nu niet meer, want mijn zoon is nu hier begraven. En Ik vond dat altijd, het raakte mij als een voorhamer, moet ik zeggen. En ja, dan moet je dus zeggen, laten we even schorsen. En we kwamen toen in de raadkamer en een collega van me die zei, nou, ik was blij dat je even schorste, want ik stond op het punt om in tranen uit te barsten. En ja, dat is misschien weer te veel mens voor deze avond, maar
Ja, dat kan dus ook. Ik moet er wel bij zeggen dat je als rechter leert om daar professioneel in te staan. Je went natuurlijk aan al die ellende. Maar het raakt je wel. En wat je leert is om dan afstand te nemen. Dat doe je daarna zeker. Je moet je niet, als je een beslissing moet nemen, laten meesleuren door de emotie van iets wat tijdens de zitting. Nee, zeker niet. Dan moet je zeggen van nou gaan we sec en objectief kijken naar wat we moeten beoordelen. Maar dat je wordt meegesleept, meegesleurd door dingen die op de zitting gebeuren, dat dingen je raken, ja, ik vind het absoluut wenselijk. Zeker voor strafrechters. Ja. Ook voor jou, wat is een moment dat het mens zijn. Kijk, je bent rechter in de weg. Je bent natuurlijk altijd mens. Het is niet zo dat je je menselijkheid even begraaft en je gaat alleen als rechter naar zo'n zaak kijken. Ik heb dan minder zittingservaring en minder zaken als rechter gedaan dan de mensen die hier aan tafel zitten. Maar ik heb nu ook naderhand best wel veel zittingen gedaan. Soms komt er gewoon een goed verhaal van iemand, maar dat hoeft niet per se een nabestaande te zijn. Dat kan ook gewoon een verdachte zijn. Iemand die bijvoorbeeld oprecht spijt betuigt of ook heel erg vindt wat er gebeurd is. Ja, dat neem je misschien, probeer je niet mee te nemen in je besluitvorming. Maar op het moment dat je ziet dat iemand daar oprecht spijt van heeft, ja, dan denk ik dat je daar uiteindelijk toch in je besluitvorming dat wel soort van ook meeneemt. En dat is ook de menselijkheid, wat je meeneemt. Ook een soort van, ook bij het bepalen van een bepaalde straf, neem je dat ook mee. Kijk, u zegt, dat is niet iets per se wat je dan meeneemt, maar je neemt het wel mee in de straf, want je weet dat die moeder nooit meer de zoon terugkrijgt. Je neemt dat mee in de straf. Dus dat hoe is dan niet ook de bedoeling, denk ik. Maar goed, ja, dat is ook die hele bedoeling, ja, inderdaad. Ja. Dus, nou, omdat het natuurlijk raar is als de ene moeder haar verdriet weet te vertolken en een andere moeder niet. En dat dan de moeder die dat mooi weet te verwoorden, dan in het vonnis ziet dat kennelijk meeweegt. Nee, je moet dat loslaten en zeggen, nou, we hebben het gehoord, maar we gaan nu kijken naar wat we dit misdrijf waard vinden, punt. Nee, maar ik begrijp wat je zegt, hoor. En het is misschien ook wel een beetje de bedoeling geweest van het slachtofferspreekrecht dat het de rechten beïnvloedt. Ik hoop dat het niet zo is. Ja. Het gebeurt misschien wel. Je schrijft het eigenlijk niet op. Hè? Je schrijft het niet op, maar het heeft echt wel effect en ook echt wel een rol uiteindelijk in de besluitvorming. Ja, ik vind het gevaarlijk, maar het kan. Ja, het kan. Ik vind het goed dat je het zegt. Ja, dat is interessant. Hoe ziet u dat? Gevaarlijk? Ik vind dat je wel moet kijken naar de impact van het misdrijf waar we het over hebben. En wat dat heeft gedaan met of nabestaanden of met slachtoffers, de mensen om hem heen. Ik denk dat we daar onze ogen niet voor moeten sluiten. Ja. En er wordt ook regelmatig opgeschreven in vonnissen dat op het moment dat iemand iets stilt, dat je eigenlijk, even zo gezegd, geen respect hebt voor de eigendommen van iemand anders. En ik denk dat we daar ook wel goed naar moeten kijken. En de gevolgen die een misdrijf hebben, die tellen voor mij wel echt mee. Het is wat anders inderdaad of iemand dat goed naar voren kan brengen. Ik denk dat je het ook uit meerdere aspecten kunt halen. Je kunt het ook lezen in een verklaring die ze bij de politie afleggen, of bij andere bewijsmiddelen. Je kunt er naar vragen. Ja. Dus er zijn allerlei manieren om het naar voren te halen. En je hebt het nu vooral over wanneer iets jullie emotioneert op een meer verdrietachtige manier. Maar zit het mens zijn jullie ook wel eens in de weg dat je denkt van, oh, zo'n, weet ik veel, koorbal, dat is iets wat mij extra prikkelt op een negatieve manier. Ik moest nog wel een ander voorbeeld denken. Ik heb zelf kinderen en ik heb 4 jaar lang als rechtercommissaris ook huiszoekingen gedaan. En ik stond op een gegeven moment in een woning en daar waren de man, die was de verdachte, die was al weggebracht door de politie, die zat al vast. Maar zijn partner en het kind waren er nog en het kind moest op een gegeven moment naar school. Nou, prima, de doorzoeking was nog bezig, de politie was nog bezig. Maar ja, het is belangrijk dat het kind naar school kan. Dus even overleg gehad en daar was in principe geen bezwaar tegen. En moeder zou hem ook wel brengen, zei ze. Nou, goed, oké. Okay. Iedereen gegeten, aangekleed. Want we staan er dan om 5:30 ochtends. Iedereen klaar om te gaan. Kind in de kinderwagen. En de politie kijkt toch nog even in de kinderwagen. En daar lag onderop 1 kilo coke.
dat je denkt, ja, het vooroordeel of het mens zijn dat je misschien denkt van, nou ja, goed, zo'n kind moet gewoon naar school en hè, laten we verder gaan, zat ons toch dan daar even in de weg. Dus dat zijn toch wel weer kleine voorbeelden die dan weer of toch naar boven nog net komen. Niet. Toch nog net niet, we waren net op tijd. Maar dat was dan wel weer bijzonder. Ja, ja. Nou, ik... Kijk, dit ja, oké. Okay, maar wat ik ook als advocaat vooral ook hoor... is dat sommige doorzoekingen eigenlijk zo losstaan van alles wat mens is... dat er zelfs mensen met hele beperkte kinderen... of kinderen met een bepaalde autisme... ja, gewoon die kinderen vastpakken, op een bank neerzetten... en je blijft hier zitten. En dat die kinderen 3, 4, 5, 6 jaar later nog steeds in bed plassen daarvan. Dus we moeten die menselijkheid zeker niet vergeten. En ja, dus we zullen dit soort gekke gevallen altijd blijven houden. Maar het blijven ook mensen, het blijven ook gewoon kinderen. Ja. En zeker heeft het ook heel veel effect ook op familieleden. En daar moeten we zeker onze ogen ook niet voor sluiten. Doorzoekingen zijn echt een van de meest impactgevende omstandigheden voor mensen. Mensen realiseert zich dat helemaal niet. Nee, ze zijn zelf geen verdachten vaak. Ja. Hè? Dat is ook de woning waar de verdachte dan zou verblijven. Maar er zit een hele familie omheen, een gezin, partners, et cetera. Het heeft een enorme impact op mensen. Ja. De politie belt of aan of komt iets met meer geweld naar binnen. Ja, boom. Mensen schrikken zich een hoedje. Het is een enorme impact. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Frank Wieland, u stond bekend als iemand die het belangrijk vond om contact te maken met de verdachte. Op wat voor manier deed u dat? Door een goed gesprek aan te gaan. En dat doe je door je open te stellen voor de ander en oprechte belangstelling te tonen. En dan moet je ervan uitgaan, denk ik, dat de verdachte dat graag wil. Hij wil dat contact met jou als rechter, omdat hij begrijpt dat hoe zijn zaak wordt afgedaan min of meer van jou afhankelijk is. Ja. Ja, dat is grappig. Dat maakt dus dat de ander jou probeert te vinden. En als jij laat zien dat jij ook probeert om die ander te vinden, dan heb je een gesprek. En ik zeg wel eens dat het mooi is als het je lukt op de zitting als rechter om jou en de verdachte een cirkel of een ellips te trekken en dat daar buiten alles wegvalt. Dan heb je een goed gesprek en dan heb je beide een goede dag ook. Hè? Dan kun je beide terugkijken op een dag waarin je elkaar hebt gevonden. En waarin je tot begrip bent gekomen. Jij voor de nesten waarin hij zich heeft gewerkt en hij voor wat jij doet als rechter en wat je beslist. En hoe lukt dat, die cirkel? Hoe dat lukt? Ja. Ja, nou ja, door ik denk je volledig te focussen op de ander en nieuwsgierig te zijn naar die ander te proberen om een gesprek te voeren zoals je dat misschien aan de toog met een biertje in je hand ook zou kunnen voeren. Dat gebeurt natuurlijk niet op die zitting, maar dat is de kunst. En dat is heel aardig om dat te doen, begrijp ik. Ik begrijp ook van mijn cliënten dat ze dat ook heel erg waarderen. Kijk, als ze op zitting zijn geweest en de rechter zit de hele tijd op de klok te kijken en een beetje op horloge te kijken, en ze vinden niet dat er een bepaald gesprek heeft plaatsgevonden, dan komt er een bepaalde beslissing uit die ze minder snel zullen respecteren dan dat ze wel het idee hebben gehad. Ze hebben in ieder geval naar mij geluisterd. Ik kon in ieder geval mijn verhaal doen en er is naar geluisterd. Dus dat is op zich heel belangrijk dat de rechter ook dat gevoel geeft van, ja, nou ja, je mag er nu zijn, het is nu jouw tijd en vertel. Ja, alleen daar is helaas in de rechtspraak wel beperkt tijd voor. Qua zittingsruimte. Want er worden ook bijvoorbeeld politierechterzittingen, staan maar 20 minuten voor zo'n zitting. En dan moet je alles behandelen. En dat is aan de lopende bandwerk. Dus zo'n verdachte voelt zich nog lang niet gehoord. En de rechter heeft ook helemaal geen tijd. En als je op zo'n meerdaagse MK staat, kan je natuurlijk wat meer tot de verdachte komen en kan je meer een gesprek aangaan. Maar dat zijn lang niet alle zaken. Dat zijn maar misschien 5% of zo van alle zaken, nog niet eens de grotere zaken. Dus dat vind ik wel, dat het wel aan opschort. De tijd wat ook voor zo'n rechter... Ja, u zult het ook weten. We zitten met een schema van de middag.
ik sta er zelf wel zo in dat als ik graag wil dat het gesprek langer duurt, dat dan de volgende even moet wachten. Ja. En dan leg ik ook aan de volgende uit dat, dat de zaak van de vorige gewoon even iets meer tijd nodig had. En dat ik net zoveel tijd en aandacht wil hebben voor hem of haar. En ik probeer me daar niet door te laten belemmeren. En dat is precies als ik tegen een cliënt zeg of hij nou wel of niet veroordeeld wordt of dat voor straf die krijgt, dat ik altijd zeg, dat hangt er een beetje vanaf welke rechter je treft. Want lang niet alle rechters zijn zo. Ja. Lang niet alle rechters zijn zo. En het verschilt gewoon per rechter ook wat voor straf er straks uit gaat komen. En op welke manier neem je dat als advocaat van tevoren mee? Welke rechter er... Ja, meestal weet je dat niet. Je hoort het meestal pas als je daar... Ja, tenzij een grote zaak draait met de vaste voorzitter. Ik heb nu wel wat grotere zaken lopen. En dan weet je wie de vaste voorzitter is. En soms wil zo'n cliënt heel graag van die vaste voorzitter af. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar je weet het meestal niet. En als zo'n cliënt het aan je vraagt van ja, goed, wat komt hier uitrollen? Dan is het meestal, hangt een beetje vanaf wie de rechters zijn. Ja. En zo werkt het wel. Ja, dat is wel een beetje zo. Ja, ik durf iets als oud-rechter iets meer te zeggen. Ik laat me niet weer houden hoor. Nee, maar ik zeg vast dat ik daar straks spijt van heb. Vinden wij niet maar ik heb wel eens het idee, en dat is heel bout, vergeef het me op voorhand, dat er rechters zijn die vinden dat ze moeten straffen, dat dat hun taak is. En dat er rechters zijn die zeggen, nou, dat moet ik nog zien. Tenzij een verdachte zegt van ja, ik heb het gedaan, geef me maar mijn straf. Dan heb je natuurlijk een ander gesprek. Maar als je daar zit met de instelling als rechter van nou, ik moet het nog zien. Dan heb je een hele andere insteek dan wanneer je daar zit van... geen geouwe hoer, we gaan het hebben over wat ik lees in het proces verbalen. Dus dat en dat en dat, heb je daar wat op te antwoorden. Oké, nou op zo, Dimitri. Dat is soms een beetje de sfeer. En dat vind ik erg kwalijk. Als je, zeker als strafrechter, geen mensenmens bent... Ja, dan moet je daar misschien niet zitten, denk ik. Herken je dat? Nee, ik herken het beeld niet zo. Nee. Nou wordt het interessant. Ja. Kijk, ja. Dan ben jij de straffende rechter misschien wel. Nee. Nee. Als je niet herkent, ben je het zelf. Nee. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om juist... je leest een dossier en dat doe je. Want anders ben je van tevoren niet geïnformeerd op zo'n zitting. Dat is ook hoe het systeem bij ons werkt. En dan krijg je een bepaald beeld. Ja, als je een boek leest, krijg je een bepaald beeld. Als je een dossier leest, krijg je een bepaald beeld. En dan is echt de taak van de rechter om daar vragen over te stellen. Tuurlijk. En niet meer wat misschien een aantal jaren geleden was... of zoals het dan eerst ging, dat we een soort van sphinx waren. Dat we voornazen, nou, dit en dit staat er in het proces verbaal. We houden het voor. Mm-hmm. En heel erg statisch. Maar wat ik zelf ook doe, is ook... en dat is tot nu toe, heeft dat niet geleid tot een wraking, hè? Zeg maar dat mensen zeggen dat je bevooroordeeld bent, om te zeggen van nou, ik lees dit, ik heb hier mijn twijfels over, hoe zit dat nou? Ik heb op een gegeven moment ook wel eens tegen iemand gezegd van goh, toen ik dit las, dacht ik, nou, zat u misschien in geldnood dat het hierdoor is gegaan? En juist als je zo dat open gesprek hebt en je dus je eigen vooroordelen misschien en je eigen paadjes die je al in je hoofd hebt op tafel legt... Maar welk gedeelte bent u dan niet mee eens? Nou, het beeld van wat net werd geschetst over dat er rechters zijn die daar zijn om te, die daar zitten om te straffen en het voorhouden en dan eigenlijk tik-tak willen geven een geldboete. Die rechters dat herken ik niet. Echt niet. Ja, nee, maar dat is mooi. Maar dat is ook Amsterdams, denk ik. Hè? Maar ik hoor de rechterplaatsvervanger zeggen, ja, ik kom dat wel eens tegen. Hè? Ja, en als mijn cliënt vraagt... Nee, juist niet in Rotterdam. Nee, niet. Ja. Daar ook niet. Nee, maar ik kom dat zeker... En dat hangt ook echt van af. Want soms denk ik, oh, hebben we deze rechter weer. Echt. Dat ik denk van, nou, dit wordt lastig. Ja, ik was, toen ik advocaat was in Groningen, regelmatig bij het Hof in Leeuwarden. En daar gebeurt het. Hè? En daar gebeurt het. En daar zaten ontzettende oude, zure zakken. Dat je dacht, Jezus, ga weg, doe dit niet. Wat doe je jezelf aan? Nee, maar dat is idioot. En dan moet je tegen de cliënt zeggen, ja, het zal wel meevallen. Nee, het valt helemaal niet mee. Nee, echt waar. Ja. Er was, ik raak op dreef nu. Er was een...
Er was ook een stokpaardje van me. Officieren die met pensioen gaan en die daarna rechter plaatsvervanger worden. Oh nee, dat is een. Er was er een in Groningen. Er was er een in Groningen. En het was zo'n eikel dat elke advocaat die wist dat hij bij hem moest zijn als politierechter aanhouding vroeg. Totdat de zittingen zo leeg liepen dat de president zei van ja, we gaan geen aanhoudingen meer geven. Maar een voorbeeld van een officier die voor een zaak eiste 3 weken... en dat de politierechter zei, ja, oké, 3 maanden. En toen zei de officier, pardon meneer de politierechter, ik zei 3 weken. Ja, zei de politierechter, ik heb het gehoord, 3 maanden. Ja, ja sorry, maar... die zijn ook niet herkenbaar. Nee, ik herken wel dat de rechter soms hoger opleggen dan de officier van justitie vraagt. Hè? De officier van justitie doet een strafvoorstel eigenlijk, even voor het beeld. En daarna, als de rechter ook de advocaat heeft gehoord, neemt hij een beslissing. En ja, soms, dat heb ik ook wel eens gedaan, heb ik hoger opgelegd dan de officier vraagt. Dat komt dan als een verrassing voor velen. Maar als je dat goed uitlegt, Dat moet kunnen, vind ik. Is het nog steeds een shock als je dat goed uitlegt? Ja, dan is het nog steeds een verrassing, ja. Ja, de cijfers van de Universiteit Leiden. Mm-hmm. Het aandeel minderheidsgroepen in gevangenissen is 3 keer zo hoog als in de bevolking. 66% van de gevangenispopulatie heeft een migratieachtergrond. Tegen 26% van de bevolking. En daar staat tegenover dat in Nederland 98% van de rechtspraak wit, ouder en cultureel en sociaal homogeen is. Ja, ik weet niet van wanneer deze cijfers zijn. Maar dat wat weet ik eigenlijk ook niet. Wat, nee. De meeste 2024. 2024, nou dat is heel mooi. Kijk, wat ik terugzie. Kijk, als je kijkt naar diversiteit, zul je ergens altijd de grens moeten trekken. Hè? Welke groepen stel je tegenover elkaar? Ja. Ja, want als we het hier hebben over deze cijfers, dan. Kijk, ouder, dat rechters ouder zijn. Dat bedoel ze niet meer dat ze ouder van een kind zijn, maar gewoon ouder in leeftijd. Dat. Is onontkoombaar, denk ik. Ja, je moet uiteindelijk eerst de universiteit hebben gedaan en dan die opleiding tot rechter in opleiding. Ja. Dus daar, en de opleidingen die je daarvoor hebt gedaan tellen ook mee. Ja, en dat ze waarschijnlijk meer verdienen dan. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat hoeft natuurlijk niet per se. Dan? Dan de verdachte. Ja, niet per se. Nee. Hangt er vanaf welke ligt eraan. Ik heb vaak gedacht, zit ik wel in het goede beroep. Maar... Ja. Dat hangt er echt vanaf. Dat is dan het juriste antwoord. Ja. Maar Holleder, maar ja, Holleder is miljonair geweest trouwens. Ja, geweest. Ik denk dat hij dat... Nou, ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd, u bent al miljonair geweest, ik moet het nog worden. Nou, dat zag hij niet meer gebeuren, geloof ik. Maar ouder, ja, ouder werkt niet. Ik verbaas me over deze cijfers, want ik heb juist het idee dat het aannamebeleid, hè, van rechters en officieren steeds meer gericht is juist op mensen met een andere achtergrond en een andere kleur. Ze zijn er wel actief mee bezig. Ja, er wordt ook geadverteerd. Wat ik zeg maar net probeerde uit te leggen is dat er ook echt bewust wordt gekeken naar een breder diversiteit. Dus niet, ik zou ook echt niet willen dat we alleen maar naar kleur kijken, want kleur zegt uit. Wat zegt kleur? Nee. Er zijn er wel duizenden uitleggen. Maar dat is geruststellend voor de verdachte, denk ik. Dat kan wel. Dat het herkenbaar is, ja. Maar ik denk dat je ook moet kijken naar, waar komen mensen vandaan? Waar zijn ze in opgegroeid? Hoe ben je uiteindelijk tot de wens gekomen om rechter te worden? Wat breng je mee? Soms ook waar woon je? Dat soort zaken. En ja, we moeten ook kijken naar de onderscheiden die daar worden gemaakt. Maar in Amsterdam kijken we wel echt ook bij de aannames van rechters. Van de vraag, wat breng jij mee in de diversiteit en inclusiviteit van de rechtbank? Dat is echt een bewust onderdeel van het selectieproces. Ik vind wel dat de rechtspraak nog lang niet een weerspiegeling is van de maatschappij. Het is nog echt wel te wit nog. Ja. En ik vind het ook wel van belang dat er wel wat meer kleur ook bij komt. Ook omdat je steeds meer een veel diversere groep aan verdachten voorbij ziet komen. Ik geef maar een voorbeeld. Turken bewaren heel veel contant geld. En Nederlanders snappen dat gewoon niet. En als je dat aan een Nederlandse rechter uitlegt, dat krijg je gewoon niet uitgelegd. En dan wil ik niet zeggen, er moeten 3 Turken zitten daar. Maar het is wel belangrijk dat er in ieder geval ook mensen zitten die dat ook begrijpen.
Die snappen waarom mensen bijvoorbeeld in andere culturen wel heel veel van contant geld aan de kant zetten, onder hun kussen bewaren of in een kluis of wat dan ook. En zo kan ik heel veel andere voorbeelden noemen. Dus ik vind het wel belangrijk dat men ook begrijpt wat er in de maatschappij gebeurt, in de verschillende mensen die daar leven. En er komt van alles voorbij. Je noemt het zelf, 66%. Van de gevangenispopulatie 66, heeft een migratieachtergrond. Ja, en tegenover 98% aan wat daar zit aan die daarover heeft beslist. Ja. En waarschijnlijk zaten daar ook gewoon rechters die totaal niet zo iemand begrijpen wat voor cultuur zo iemand komt. Dus ik denk dat het een verrijking zal zijn. En ook belangrijk is om dat ook mee te nemen in hun besluitvorming. Zoals ik zeg, dan moeten we een gesprek aan kunnen gaan met zo iemand. En het helpt ook wel mee als je ook een beetje bekend bent in de cultuur en de achtergronden van zo iemand. Ja. Dan kun je ook denk ik wel op meerdere wijzen, zeg maar, bewerkstelligen. En helemaal een afspiegeling van de samenleving. Ja, daar is een krijgen. Hele discussie over geweest. Dat is best wel ingewikkeld, denk ik. Nee, dat gaat er niet, dat gaat niet meer. Maar ik denk wel dat met de macht, zou je kunnen zeggen, maar in ieder geval die je hebt als rechter uiteindelijk, omdat jij degene bent die de beslissing moet maken, dat dat ook echt een enorme verantwoordelijkheid met zich brengt om buiten je bubbel te gaan. Want we leven allemaal in onze bubbel, welke dat dan ook is. Maar je moet echt daar buiten komen. En is dat in je vriendenkring, is dat in je familie? Pak een boek, zeg ik tegen een rechter. Ja. Weet je, er zijn zoveel manieren, maar dat moet je echt als rechter ook zelf doen. Ja. Ja, want nou, de rechters komen natuurlijk... Ja, sorry. Ja, sorry. Nee, even in het verlengde hiervan. Ik denk dat het heel goed is dat de RAJO is afgeschaft. Hè? De RAJO was de rechtelijke ambtenarenopleiding die direct na het behalen van zijn bul in opleiding kwam. En nieuw is, overigens al sinds een jaar of 10 is, dat je pas kunt solliciteren als je minstens 2 jaar in een juridisch beroep hebt gefunctioneerd. En dan wordt er ook gekeken bij die sollicitatie of je iemand bent die de samenleving begrijpt, die iets doet in die samenleving. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En ook qua leeftijd, het is niet alleen kleur, maar ook qua leeftijd is het ook best wel van groot belang dat er ook wat meer jongere mensen zitten. Want de gemiddelde rechter weet nog steeds niet hoe Snapchat werkt. Hoe, wat? Echt niet, Snapchat. Ja. Nee, ik snap het volledig. Dat bedoel ik. Tegenwoordig gebeurt ook heel veel via Snapchat. En dan moet je aan zo'n rechter nog weten uit te leggen. Hoe dat, ja, zo'n snap dat verdwijnt direct. Nee, maar dit is mijn gebruiksnaam. Die is eigenlijk gekoppeld aan mijn e-mail. En dan zie je die rechter kijken. Wat is dit nou? En dus daarom denk ik dat ook van belang is dat het moet niet allemaal grijs en allemaal oudbollig zijn. Er mag ook wel wat meer jong bloed bij. En daar zijn ze wel actief mee bezig. Heel erg fijn dat jullie er waren. En ook fijn voor de mensen die meekeken online. Een fijne avond.